Ja, is weer maar zo positief wel. Vanavond was de wedstrijd Feyenoord tegen Top. Voor de beker, de eerste ronde. Feyenoord, de trotse koploper in de Eredivisie. Alle wedstrijden gewonnen. En ja, toch een elftal wat, waar je toch rekening mee moet houden in de competitie. Voor wellicht toch het landskampioenschap. Misschien na 17 jaar toch kampioenschap. Zal voor hun heel erg mooi zijn. Voor heel Feyenoord, voor Rotterdam. En het is ook hun gegund. Maar eerst maar afwachten, want ja, ben natuurlijk Ajax-iet. Oké, de beste mag winnen. Maar in ieder geval, vanavond was Feyenoord tegen Top voor de KNVB-beker, de eerste ronde. Het werd uiteindelijk 4-1. Feyenoord met een veredelde B-elftal. En waar onder andere ook Kramer scoorde. En Berghuis. Het werd heel snel 0-1. Top toch wel enigszins verrassend. Feyenoord had toch wel de nodige moeite met het nietige Top. Misschien een stukje onderschatting. En toch met een B-elftal moet Feyenoord toch ruimschoots van kunnen winnen. Maar uiteindelijk werd het toch nog een ruime zegen. Misschien geflatteerd met 4-1. Feyenoord Top 4-1 voor de beker. De eerste ronde. Gisteren was natuurlijk een mooie wedstrijd. Ajax tegen Willem II 5-0. En sprankelend Ajax. Sinds tijden niet zo goed gezien. En natuurlijk eerder PSV Roda. Dat deed 4-0. En een leuke wedstrijd. FC Twente, FC Utrecht 1-3. Verder ook nog natuurlijk genoeg andere wedstrijden. Kun je natuurlijk op teletext zien welke jouw favoriete club is. Wie er wel of niet gewonnen heeft. Wie doorgaat naar de volgende ronde. De loting zal ik weet niet zeker, vandaag of morgen plaatsvinden. Massa positief al met het nieuws. Feyenoord wint met 4-1 van Top. Tot de volgende keer.